van Jezus. Hartelijk welkom bij Kali's Leiding. Om deze toneelavond onder te laten lopen, maak ik met jullie graag enkele afspraken. Liever die gsm's uit te zetten, zodat ze niet hinderlijk beginnen te rinkelen. Maar ik ook vraag om na de pauze, die zich tussen het tweede en het derde bedrijf situeert, geen glazen en of flesjes mee te nemen in de zaal. Maar ik wil je ook meegeven dat er tijdens het toneelstuk twee luide knallen te horen zijn. En dan het toneelstuk zelf. Wij serveren jullie dit jaar de kluk... Zal ik hier een keer gaan kijken als je mij zet het typische naar volkje zet?
Niks van. Ja, dan ben ik wel. Het is happy money. Ik ga later doen. Ik ga nee, dat is niet. Goed, stik dat wel. Een halve. Zet hier een halve hoop karakterkopjes bij? Nee, het is wel karakter. Maar in mijn zetten heb ik er niet direct tussen gezet. Maar alhoewel, de sommige van die meisjes hier, ik er niet direct hier komen doen. Ja, beste mensen, excuseer me even, maar mijn collega en ik, we zijn op zoek naar een levensgevaarlijke misdadiger, Berre Steelt. Behalve zijn naam heeft hij al veel gestolen gepikt en heeft hij staan wat wanneer te scherp nu. Maar beste mensen, moet geen schrik hebben, mijn collega en ik zijn onvergelijk diep. Ze heeft de kracht in het durf, terwijl ik het meer moment van mijn vlotheid en van mijn verstand. Wat is de hel dan? Oei! Oei! Ja. Oh, wat gaan we doen? Ja. Oh, pas je echt met voor. Pas je echt met voor. Eerst drie maal roepen met de woorden, halve week schiet. Halve week schiet, halve week schiet, halve week schiet! Geen reactie. Daarna drie maal in de lucht schieten. Bang! 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 We'll be right back.
politie Ibrahim, commissaris de Hond. Ah, Jelleken, hij zei. Ik hoor eens juist aan je prijzen, joh. Zeg, Jelleken, heb je gehoest om vanavond een keer langs te komen? Oh, maar ja, natuurlijk dat kan. Ah ja, mevrouw Esther niet. Ah, ja, ik zeg je daar zeker van. Zij is mijn zuster voor 2 dagen uit de zee. Ach, daar is al wat afgezet. Waarom dat ik het niet mee zei? Dat is toch gemakkelijk? Ik heb een weekenddienst. Wat zei je? Oh, dat je nu al bij mij wil zijn. Dat je die volleybalke niet kunt missen. Lach ze niet, behalve. Nee, Dianneke, dat was niet tegen haar, nee. Wou, ik zet die met een bankoverval op mijn kot en die... Wat zei je? Verrassingen voor mij. Hoera. Zal ik je naar hier mogen komen? Voor mij is het, ja. Nu? Oh ja, ja. Hey. Tot je biedt dan, hè. Dag, mijn bloemken. Ja? Hallo? Man. Dat leeft toch schullen zijn, hè. We moeten een keer zien hoe dat ons lief oliebolken zit, is weer gelijk een bronstig vaatbolken. Zeg, zwijg maar al, hè. Ik ga hem niets gevraagd, en dan moet hij zwijgen. Of anders, hè. Of anders wat? Of anders, hè. Dan ga je een keer kennis pakken met mijn matraksje heen. Zeg, bedoel toch niet dat een nieuws op plastic is stijlpje? Wat, vriend gebruik ik thuis als tandenstoker. Toch wel, hier klopt van dat stijlpje, hè. Hij schrimt nog achter een moeder. Dat zou moeilijk gaan. Mijn moeder zit op een mijn vaste in de nieuwe wandeling. Ja, ze heeft vorige week de vijand aan de rand. Hé, familiebedrijf kan opgericht of wat? Ja, zoiets. Heel mijn familie zit vaste. Behalve onze Erik, want die is voor het vluchten. Ken je dat? Hier valt praat gekomen, hè? Want ik ken als ik in de jury sta, hè? Maar meneer de zus, ik heb ze in het trieste jeugd gehad. Trieste jeugd? Niet van. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Al wat we vroegen aan ons moeder, dat kregen we ook. En als meisje haalde dat, moesten we het ons hapien. Oh, dat spreekt maar op. Vandaag of morgen he, komt een onderzoeksrechter. En dan moet die vrouw om een keer overdoen. En heuren en kleuren. En ik verzeker u, meneer Dans, hier mag ik. Oeh, hey, maar nou echt schrik, hè. Mijn onderbroek verandert al van kleur. Zwicht er me van. Dat hé, dat is Sharonken. Die werkt in al 2 jaar hé. Maar in plaats van te beteren, verslecht dat met een dag. Is dat niet zo heen? Geloof het als ze bij de vliegen, de 150, dus wie moet aannemen hé. Oh, ja, dat zou een beetje schrikken hé. Dat is dus wel een collega van mij hé. En daarbij, dat is ook een heel eerlijke mens. Kan niet van iedereen gezegd worden hé. Ja, maar zo eerlijk zijn jullie niet de manneken. Lief, maar ik zeg het eerlijk hetzelfde. Ja, dat heb ik daar juist gehoord aan de telefoon. Meneer moet niet meer naar de zieren op dat broer van de verse mensen. Check ik vrij om te doen en te doen wat ik wil. Hou nu eens niet dat ze steken. Nee, mijn neus niet. Maar zwicht. Of anders hé, dat van mond toe kwam. Ah, ik na. Ah, wat zeg je dat je seks hebt gepraat. Krijg je er een ringen van. Mijn meisje komt hier.
De griep. Ach, kom, nog eentje. Charles, mag ik u voorstellen? Diane. Arno. Ja, ik was er net in begroeten, dat ik dacht van de... Ja, begroet? En dacht, kijk, dan heb moet jij niet denken, Charles, als ik iemand begroet, dan geef ik altijd kussen. Allee, ja, alleen de vrouwen, natuurlijk. Want dat is bij een woord, hè. Want, ja, wat? Nou wordt dat ook tijd dat ik ons zo'n maatje ook een keer meepak naar hier. Dat is al lang geleden dat hij nog een kennis gemaakt in iemand, hè. Oh. Ja, dat is mooi. Nou, wat kon hij nou feitelijk doen? Ah ja, ja. Mijn vuilbak die is vol. Ah ja, was vol. En we komen hier achter een nieuwe vuilzak. Ah, pak dan een zak en verdwijnen, Charles. Wat was het? Kamer. Ja, dan pak je schouder hier ook maar mee. Hè. Ja. Oh, en we moeten nog maar veel kennis met elkaar, hè. Oh, oh. Maar dat niet haar, Janneke. Charles kan niet zelfs zijn mond wel aan. Maar hier op een bureau moest toch een beetje mijn inhalen. Wat is dat nou? Dat ik mij niet inhalen, zo dikwijls als we samen zijn, wil ik voor mij alleen, dag en nacht. Maar dat kan niet gaan, overdag heb ik dienst. Wel, dan is het hem juist. Zie ik hier niet. Mijn belasting. Ja. Bon, goed voor erotisch weekend voor twee in Hotel Petit Ami. Inclusief sauna, een bombad, een massagetafel, een warm waterbed. Maar waar is er hier de bedoeling van? We staan hier in de sjoeken. Jij en ik samen in de sauna. Maar kan ik hier niet weg? Wij samen in het brummelbad. Maar dat gaat niet. Wij samen op de massagetafel. Jongen. Wij samen op het warm waterbed. Oh, hij komt zijn weg. Nog Oh, Janneke, wat kind. Nu ga ik hier helemaal testen de moeder aan dan. Oh, maar als je wilt, dan kijk daar rechts op voor je. Hey, ik ga niet bellen met een collega, misschien kan het niet van je overpakken, hè. Dat man een beuk knecht, die weet niets af van dat minister Struisse. Dat is toch een minister. Kom, we moeten jongen toch niet onderschatten. Die jongen die kan hoogstens wat drinken, slapen en eten. Veel meer zijn er dan niet eens, hè. En komt er en daarbij, vandaag of morgen, hé, komt er een onderzoeksrechter. Je moest de commissaris zien. Ze stond in zijn brief. En kende hij die man persoonlijk? Oh nee, we hebben er elkaar nog nooit gezien. Ah wel, dan is er toch geen probleem. Je trekt uw uniform hier uit, gaat het hier achter en Charlotte die trekt dat aan in de bal. Maar Dianneke, dat lijkt me veel te gevaarlijk. Wie niet waakt, niet wint. Het is te leven of te laten en het zou je toch wel zonde zijn. Dus je het alleen moet doen. Maar Dianneke, wacht, ik zal het nadenken. Sorry. Ik ga naar mijn wagen. En als je binnen de 10 minuten niet beneden bent, is je mooie droom goed zie. Maar Dian, maar je meent al een hulp, hè? Ik kan dat kind toch niet alleen nog laten gaan, hè? Oh, wat is dat? Al wil dat ik gerust meer naar Fruitsen zit. Spreek! Moet je doen, hè? Ah! Charles! Ja, baas? Ja, kom ik een vlug naar hier, jongen. Ik heb groot nieuws. Groot nieuws, commissaris? Ja, kom, jongen. Vlug. Ja? Was u het wat pijzen? Moest ik u de kans geven om te promoveren? Oh, dus ik vrij content mee zijn. En ons mamaatje ook. Wel, ik moet nu zusje wachten. Heel dringende zaken.
Hij is juist met pluitje, meneer Pakman. Maar allee, kan ik dat toch niet? Allee, kijk ik geen stream? Ja, toch niet wat dat moet? Allee, stop. Het eerste dat ik vrouw is dat hij nu wat te lopende zaken zijn als lopende zaken? Zeg ik niet sportief? Nee, allee, god. Slim, maar kun je dat aan me doen, hè? Hij is gewoon doen wat ik het doe tijdens de weekends. Oh, allee, kom. Hier een beetje de gazet lezen, ja, dat kan ik wel. Ja, ja, dat doe ik. Maar als er iemand komt om een misdrijf aan te geven, of iemand criminele feiten komt aangeven of iets anders, dan moet er PV van opstaan verstaan. Zo alles een beetje opschrijven. Ja, inderdaad. En ondertussen die gevangen bewaakt en een onderzoeksrechter ontvangen. Maar die onderzoeksrechter had ook wel zien dat ik geen commissaris ben. Maar Charles, kan ik mijn kleding hier achterlaten, hè? En dan heb je die aan moeten, hè? Wat die verschil in hier zien. Ja, dat pijn. Ik vervang u, lopende zaken bij hem, gevangenen bewaren, alles opschrijven. Maar dan met die onderzoeksrechter, dat zit toch niet zin, hè? Zaken, die mens komt gewoon om die gevangenen te ondervragen. Moet dat weer een beetje naar zijn goed gaan? Een koffietje, of een koekje, en je weet wel. Ja, nee, ik weet niet, hè. Charles, ik zal wel straf verstaan, maar hij deed allemaal tot de goede einde brengt, hè. Wat? Dan beloof ik u zelfs nog een verder opslag. Allee, ik wil wel, hè, maar was er iets gebeurd? Ja, Charles, wat gaat er gebeuren? Ten eerste, hè, dat is vakantie. Veel gaat er niet gebeuren, hè. En ten tweede, zou ik vandaag morgen wel een keer bellen, hè, voor ze die kleinigheden, hè. En wat pijn, hè? Ja, dat is goed, hè, ja. Merci, Sam. Ja. Ik wist dat ik op u kost te rekenen. Ja. Allee, ik zit er niet bij. Ja. Salut. Hé, hey, wacht een keer. Ik moet hier lang uw uniform krijgen, zeg. Ja, juist. Ja, dat is goed. Hier. Ja, kom maar. Eens dorst. Ja. Is het goed? Wacht een keer, want ze zijn hier. Ja. Allee, Sarah, ik heb zin in iets verantwoordelijk in, want dat gaan we doen. Ja. Hey, salut. Sarah, oh, hij is op straat, ik zie meer bloot dan ik niet. Want Sarah, we kunnen dat ik naartoe ga, maar daar heb ik het luurt van doen. Ja, wat is, hè? Dat is een ding, man, joppa, voor hoe het daar slaat te zien. Maar ja, hoor. Ik zei nu de verantwoordelijk, hè. I am the big boss. Oh. Oh. Wat?
Dus jullie kunnen nog hier wel komen. Oh ja, tof mamaatje, ja. En van beste Kodak mee, kunnen we voor jullie trekken op de schouder. Ja, ja. En mamaatje, salut, ja. Dag. Excuseer, ik heb jullie ogen binnenkomen, maar het toch zit. Ja. Wie wat kan ik een keer meneer van dienst zijn? Kom, een inlichtingsje. Ah, ze zijn geen hondje gevonden. En een vrouw. Een vrouw? Ja, mijn vrouw. Ze is zwaar. Mag ik het goed begrijpen? Als die er vandoor? Nee, ik zie er kwijt geraakt. Kwijt? Wat dat? Op de trein. En ze bieden slennen. Op de trein? Doe dat. Ja. Plots viel Vito licht uit. En ik zal je steken mee voor mij. En achter mij natuurlijk ook niet. En toen is ze die verdween. Nee, ze vlug. Toen dat wat dat licht uit viel, ging ik op mijn tas af. En ik zocht haar hand. En ze zette mij in. En toen deed ze dit. Wat deed ze toen? Ze begon mijn hand te streelen. Daar is er toch iets niet verkeerd mee? Nee, dat niet. Maar totdat het was al een tijdje geleden dat ze zoiets gedaan had. Ik zei, toch zot komt er dan. Ik zou dat spelletje maar meespelen. En vond die ook wat andere. Ja, wat hè? Voordat we beseffen, stonden we elkaar de kust tot dat een stuk eraf vloog. Ik had er zelf meer over toe doen. Oh, niet een kaal doen dat ze. Wat is er daar gebeurd? Toen was ze stom. Ik plots dat licht weer uit. Ja. En toen is het gebeurd, hè? Wat, hè? Toen dat mijn ogen opdeed, zag ik dat de de conducteur aan het kussen was. En hij met een man staat kussen. Wat was dat, mama? Pardon? Bij mijn ouderen zien, leek die kortjes knippen een schunne blonde mogen te zijn. Die daar mij nog getuurd aan had, de slas. Nu merkt hij me nu nog af. Maar ja. Dus als je waarschijnlijk een seksuele geïntimideerd gevoel daar dan. Dat niet. Maar toen ik even stuk bekomen was van de geleden emoties, zag. Ik weet niet meer, hè. Tjie toch. En iedere keer zag dat mijn vrouw weg was. Oh. En dat prijs was de slechtere dag van mij, hè. Maar rustig, allee. Ga toch zitten, hè. Heeft mij een keer alle geheels van uw vrouw, zodat ze kan zijn, hè. Merci, meneer de commissaris. Maak eerst een keer uw paspoortje, dan kan ik uw gegevens opschrijven, hè. Ja. Alsjeblieft, meneer de commissaris. Ja, dankjewel. Heeft die vrouw soms speciale uiterlijke kenmerken? Een schoonheidsvlek op een lelijke neus. En wat droeg ze op het moment van verdwijning? Een hond, hè, meneer? Meneer, ik wil zeggen wat het zelf al kreeg. Dat is nog even veel om op te noemen. Maar als ik het ze zijn, komt er wat vlodder uit. Zomers kleed met witte bol, met mouwen die je op kan rollen. Gouden knopen van in haar lid, tot aan haar porselein kodit. Lange laarzen aan haar hulpen, maar in wel van krokodillen. Dat is al wat ik denken kan, al ben ik nergens zeker van. Ja, goed, en qua uiterlijk, hoe ziet ze eruit? Wat?
kinden staat nog langer dan die van een paard. Haar wangen hangen eerder slap en de oren staan geweldig plat. Ze is best een keer die kan wippen, al staat die te ver van haar lippen. Ja. Ben ik hier uit, jij kan me niet zo zin zeker van. Kom, meer moet ik voorlopig niet weten. Mag ik meer informatie hebben, zal ik je verwittigen. De commissaris. Maar als je vraagt dat, dat is mijn plicht om de bevolking met raad en daad bij te staan. Ja, dat klopt. Ik wil nog iets verder zoeken. Ja. Bedankt, meneer de commissaris. Groetjes. Hoi! Hoi! Zo, ik zie. Zijn vrouw mag niet inkomen in het donker. Maar goed. Ah ja. Om ons stukje om kreeg, die een onderzoeksrecht, die je zo niet van vroeger moeten zijn. Hé. Oh. Ja, jongens, ja. Ja, voilà. Ja. Astronomisch weekend, is zijn matrasse. Ah, dan is het nu niet. Dan wel heel spannend in het water. Belang niet. Hij is zijn kerstvrouw Charles tot commissaris gebombardeerd. Die naïveling loopt sowieso in de vallen. Maar het spelletje goed speelde, hij had niet zoveel voor dat het weet. Twee van die hangen Charles of wat? Ik zie niet, hè. Oh, hé. Eerst door. Zet de rap op die stoel en vergeet jouw sexy look niet, hè. Ik doe wat alsof dat ik schep. Oh jee. Kijk nog wat die boekje vast. Ja. Rambo 1 of Rambo 2? Ik kan de rest niet afblijven, hè? Ja, maar ik kan toch vriendelijk verzoeken van de spieren te blijven. Want de rest is reeds vrij moeilijk aan toe, zeg. Ik heb geen aan te doen, Ruben. Ik moet je zo vergeten zijn. Zeg, ik wel wat meer gewend, hè? Dat kan goed zijn, maar voor mij niets hier mee, Mak. Zo'n een keer die broek dan willen geven, alstublieft. Dat is die zaak. Kom ze maar aan. Ja, die was dan echt moed, hè. Kan ik niet beter? Kom. Pak ze dan. Ja. Ik heb het nooit gelukkig en ik zie het al zo graag.
ben u graag zien als je mij niet kent. Maar kan ik u wel van maanden op u kunnen haten? En telkens als ik u zie, dan begin mijn hart sneller te slaan. Dat me vlucht mijn broek te doen voordat je het ook krijgt. Doe maar, ik ga al. Nooit zal ik nog lief hebben. Mijn leven, dat heeft gewoon geen zin meer. Ik ga naar het klooster. Moet het klooster? Wat ga je daar aan doen? Ik word dom, sorry! Oh, maar mijn mond. Wat zou dat moeder ook niet doen, hè? Haar zijn een beetje schudden voor een nonnetje te worden. Maar is dat echt waar? Ben je dat toch schoon? Oh, wat is te zaai, hoor. Oh, ik wens dat we voor elkaar geboren waren. Wacht dat toch een keer! Wil je mogen hier niet te snel van stapel lopen, hè? Dat we ons eerst een keer gaan zitten en fatsoenlijk kennis maken. Dizzel. Vult dat. Wauw. Om te beginnen, ik wist ik niet dat ik een geheim aan bed straat. Zij je zeker dat ik de ware zei voor u? Ja, zo'n speciaal zijn dat de hupje niet, hè? Jawel, ik weet dat je oprecht zit. Precies gelijk je moet. Ken je ons mamaatje? Ja, ja. Zij is de vriendin van mijn tante, dinges. Sidonia, ook een heel braaf mens. Oh, maar dat zou mijn mamaatje al wel kennen. Dan zei hij toch niet zomaar de eerste de beste. Ziet u nu wel dat ik niet de eerste de beste zijn. En dat we voor elkaar geboren zijn. Ja, wat kan mij ons eerste kennismaking wel wat anders voorstelt. Ja, sorry voor mijn opdringerigheid. Maar toen had hij plots zo dicht en zo bloot bij mij stond, dan kost ik mij echt niet meer inhouden, hè? Maar hij zit dus echt verliefd op mij? Ja, ja. Overdag kan ik niet eten. En s'nachts niet slapen. Allemaal omdat ik aan u moet pijzen. Ja, of van de Gudnoren. Oh, ik zie jou nu wel graag. Alles zou ik voor doen. Alles, doe, vraag maar. Hoe noemde jij? Papa, Louisa, waar ga je nog Twiske zeggen? Twiske, en ik mag alles wel wat ik wil. Alles. Ah, wel, hè. Om eerlijk te zijn, heb ik nog nooit een vriendin gehad. En heb ik nog nooit zo'n meisjesvlees aanraad. Issie, en voel maar een keer. Maar je moet dat zo niet doen. Je moet met heel uw hand zachtjes wrijven. Oh. Zit je dat ik verloren op in mijn zoektocht? Ik
droom niet, maar we gaan er achteraf in geen spijt. Allee, als jij dan toch echt verliefd bent op mij, moet er toch een keer van komen, zeker? Ja. We doorbreken je verliefdheid. Ja, is er nog iets? Ja, dan blijft ook. Kom dan, Dirk. Alles uit, behalve het licht. Eerst trek ik mijn schoenen uit. Oh. Is, of hoe maak ik? Oh, blote schoenen. Ik bedoel, leeg. Vervolgens laat ik mijn kousen zakken. Oh, dat is hier warm. Dan trek ik nu mijn kleed uit. Amai, mijn rug precies één zweetfontein. Als ze er nou een vliesknop gaan zetten, dan verdrijkt ze. Ik zal dus weten met je weg, ja. Ik ga nu met mijn bloot dan in uw broekzak. Ja. Precies. Dan sta ik nu alleen nog maar in mijn ondergoed. En dan maak ik nu mijn lichaams. Dat wel. Ik ga nog eens gaan kijken of dat de buitendeur wel goed slot is. Hè. En dan komen ze meteen de borsten eraan. Jawel. Mijn hart, dat sluit in 300 per minuut. En dat moet nog zwijgen van al het rest. Hè. Maar ja, dat is juist. Ik moet zwijgen en me concentreren. Ja. Oh. Kom maar. Oh. Jantje zag een keer prijden dan. Kom maar, daar gaan we. Oh. Oh. Wie zijn jij? Charlotte! Oh, mijn maatje! Een verkleedpartijken? Maar
Maar dat is het, Charles. Ah ja? Hoe bedoelt u, mamaatje? Ah ja? Een verkleedpartijtje meer of minder? Daar gaat dat nu niet op steken, hè? We moeten iemand vinden dat die een gevangene wil vervangen. Ja, het idee is goed. En verkleedelijk kleding lijkt er genoeg in het archief. Maar we gaan iemand vinden die vrijwillig in dat gevangen gaat willen zitten. En tijd voor te zoeken is er niet, hè, mamaatje? Ja, dan zit er niks anders op. Allee, Charlotte, haal die pieter. Wat ga je doen, mamaatje? Ja, mijn mama die wordt een Hells Angel. Oh, kun je dat, mamaatje? Dat zal wel zijn. Ik heb hier vroeger nog toneel gespeeld bij de boerenmot. Allee, haal die pieter. Oh, super, mamaatje. Zeg, en ik kan nog veel op waar ze zitten, mensen. Ja, zo.
Voor mij moet niet weg was, hè. Ik ga mijn vriend hier echt even een keer binnen. Het is lang geleden dat ik bij hem op de koffieklet zijn geweest. Ja. En vandaar kon ik niet zien hoe hij aan mijn naar mij toe komt. Ja. Allee. Dag, hè. Goh, ja, wat is het? Die probleem is nog niet al opgelost, of het sterkt hier al een ander binnen. Oh. En wat dat vanakje betreft, die zou wel niet aan het sturen zijn, hè. Stel je voor dat jij die meebrengt naar hier. Zij, sexy gekleed, en jij, met zijn jeu de boel of bloed. Oh, man, niet aan pijzen, hè. Maar goed, zij drinkt dus aan. Mamaatje, zij klaar? Ja, ja, mijn maatje. Wat denk je ervan? Oh, mijn maatje. Kan je ver niet herkend? Dat is heel goed, Charles. Maar vertel een keer wat meer over die crimineel. Dat ik mij een beetje beter in mijn hoofd kan inleven. Wel, die bergen, dat is de grote hangster. Die zit... Oh, daar is er iemand. Mijn maatje, in de afval. En ik kom op. En doe dat best, hè, mamaatje. Doet de geld maar je best? Ja. Oh. Ja, hier is iets met de terug. Oh ja. Mamaatje, kom maar, hè. Zeg maar. Bel, hè. Ja, maar. Goedendag. Ik ben hoofdinspecteur Daans. Als ik me niet vergis, bent de commissaris De Hond, nietwaar? Ja, ja. Welkom hier in het politiecommissariaat. Ik ben naar hier gekomen met de bedoeling ene Berre Steelmans aan de tand te voelen. Een zeer ernstig geval, als ik me niet vergis, nietwaar? Ja, ja, nee, ja, zeker 20 banken gevallen. Ik heb zijn strafblad hier bij me. Een gewichtig persoontje dat voor jammer genoeg nog nooit langdurig achter de tralies kregen. Ja, die wist altijd waar te glippen en dat is echt zo. Zodoende heeft hij ook nog nooit schuld bekend. Maar wees gerust, ik zal alles uit hem krijgen. Desnoods met het nodige geweld. Zeg, wat dan toch gezegd, hè? Meneer De Hond, zulke criminelen zijn gemaakt om te pijnigen, nietwaar? Hij zal spreken, al moet ik hem breken. Het is niet waar, hè? Nietwaar? Maar vooraleer ik begin, zou ik eens graag iets willen drinken, kwestie van mijn stembanden te smeren. Tuurlijk, wat zou het zijn, een beetje? Meneer de commissaris, wij drinken nooit alcohol tijdens de dienst, nietwaar? Koffie en nog eens koffie. Dat is wel koffie, ja. Allee, ga maar eens een keer laten fluiten tot ze bieden. Hoe is het niet, commissair geworden? Ben je dat van moeder ook niet kiezen, natuurlijk. Ben jij de genaamde Berre Steelmans? Ja, dat vind ik. Ben jij bereid schuld te bekennen? En kijk, ik misdaan misschien. Ach zo, meneer heeft last van je geheugenverlies. Ja, kijk, ik heb al mijn verstand helemaal weg. Vriend, er is hier maar één iemand die met mijn voeten mag spelen, en niet waar? En dat is mijn baas. Zo dus, ik verwacht ernstige antwoorden. Zo niet, dan kom ik een keer in uw keef met een van mijn attributen. Attributen? Dat kan zowel een matrak als een boksijzer zijn. Is dat wel toelaan? Is u met je matrak geslaan? Banken overvallen is ook niet toegelaten. En denk maar niet dat ik bang ben van vooruitgestoken behaarde borstkassen. Steek ik mijn borsten? Mijn borstkassen niet verlet. En nou, hè, dat staat er wel op, ja. Ik hoop dat ik mezelf duidelijk heb gemaakt, nietwaar? Beken jij schuld of niet? Wel ja, waarom niet? Ha,
weg. Die heeft ook waar we erin gevonden zijn. Kan je me nog iets van dienst zijn? Ah, wel ja. Hier in mijn gegevens staat vermeld dat u nog informatie hebt verzameld betreffende deze zaak. Die zou ik natuurlijk graag eens willen inkijken. Dat zou waarschijnlijk het nog hier vliegen. Ik zal het je gaan kijken. Blijf jij maar hier. Ik ga zelf wel op onderzoek. Ik ben niet voor niets een onderzoeksrechter. Die is precies opgegroeid met citroen opgeraakt in een azijn. Voor een azijn wees alleen al te kijken, krijg ik zuur op respect. Zeg wat je wil, maar ik vind het een knappe man. En zo zelfs zeker, Charlotte. Maar Max, maar hoe sta je dan nu? Even toch niet aangeraakt, hè? Nee, spijtig genoeg niet, nee. Bedoel je, mamaatje? Al zorgen. Het is jaren geleden dat mijn schuur nog een keer in brand gestaan heeft. Maar nu is er geen blussen nu meer aan. Zo, mamaatje, hij zijn dan toch niet verliefd, hè? Oh, jawel, Charlotte. Stapel verliefd. Oh, mamaatje, hij zijn nu wel een fan, hè? Zie ik je dat je pijst dat hij weer alleen binnen zit? Maak je maar geen zorgen, Charlotte. Zal ik mijn rolletje hier wel goed spelen? Maar daarna hè, wil ik hem wel beter leren kennen. Helemaal. Van kop tot teen. Hallo, commissariaat Evergem. U spreekt met de hoofdcommissaris. Wie dat? Oh, meneer Fernand, zeg meneer Fernand, je moet dringend naar hier komen, zo want er is... Wat? Krampen. Losgemasseerd. Champagne. Jawel, zeg meneer, je moet dit. Bubbelbad. Oh, zeg nee, je moet dringend naar hier komen, want er is... Wat? Nee, dat moet je tegen niks bij me. Nee, nee, zeg, je moet dringend naar hier komen, want er is net niet te... Ja, sorry dan, hè, ja. Oh. Nee, een opgang. Ik heb niet eens kunnen vertellen dat zijn vrouw hier geweest is. Dat hij die allemaal niet neemt, op vele door nog drie begrijpt hij uit, ze. Zo'n mensen moesten één voor één mee tegen de lamp lopen. Eigen schuld, dikke boos. Oh ja. Oh, daar is er iemand, maatje. Leg je op bed en doe dat schuift. Ja. En dan hier, al die vliegen zitten. Ja, inderdaad, mevrouw. Madame Nienier, mevrouw die is testgezien. Wat ga je af? Onder de bruin van de test, dat leg ik niet. Zeg maar Lisa. Zwarte Lisa. Zwarte Lisa. Ja, ga toch zitten, hè? Oh, ik zie meneer mijn hand van politie. Ja. En zeg een keer, wat kan dit voor u betekenen? Ah, wel, ik kom een diepste lang heen. Diefstal? Oh, maar dat is serieus. Waar heeft misdrijf plaatsgevonden? Bij Tries van Mol van Soikeschiet. Tries van Mol Soikeschiet. Schiet is iemand dan niet opschiet. Wind blazen. En wacht hè. Heeft u de dader gezien? En zo ja, kun je het dan een persoonsomschrijving geven? Dat was niet moeilijk. Hè? Ja. Uw naam is Lisa. Ze is altijd zwart. En ze heeft losse wijn bij, waarop de spin geen drum meer aan zit. Dus Lisa. Lisa. Zwart. En een fles wijn. Madame, zijn je wijn aan het omschrijven of... Hoe? Heraan! Ja, en mag ik vragen voor wat je dat doet en wat je het al aan misdrukt? Ah, wel, jongen. Ik ken goed noren en u zachten dus. En omdat ik geen noren heb, om een beetje al weg te krampen, zie ik mijzelf genoeg zak om af en toe te geen inbroekje te pijn, maar ook ik niemand gezien. Een inbraakstje van madame, dat is wel tegen de wet, hè? De wet, hè? Die is gemaakt
iets van. Maar stil is en blijft tegen de wet. En daarbij denk ik je aan die meisjes die hebben gesteeld. Zo moet je dat ook wel afverwerken, ze. Werken? Heel mijn leven heb ik hard gewerkt, hè. Totdat die smeerlap van een bos mij onherbiedig voorstaan bot. Ah ja, hè. Onherbiedig voorstaan. Ja, dat die agenda het in mijn bel stond te knippen, kun je dat niet tegen. Wat daar dan gedaan? Ah, wel, hè. Kan ik je weer een knie. Maar niet in de bel. Ik ben het al betrokken, ik ben zo nu super uitstaan. En daarom zei je aan het slaan. Zeg dan vast, afgedankt voor mijn slechte papie. Ik zeg het niet meer als mijn benen rot, hè. Behalve het café. Nou, wat is dat? Had je nog wat meegemaakt? Maar ook trouwens, omkeerd van de strut. En zolang dat mijn man niet groot, rol ik het niet. Oh, weet je wat? Ik zal een keer uw beestjes van je heen. Hier zie je. Hier ga je boterhammetjes en hier twee tasjes kop. Allee, ja, mijn tasje koffie. Ah, oei, lust je geen kaas? Ja, maar, ik word er duidelijk van dat we begint te zien. Ho. En hoe ik je voel, hoe mal is dat altijd, hoor. En op die kast stond er dus geen honneur op. Hij moet nog dat slaan doen. Aangeklaar. Ik voel alleen tot aan mijn appendicite. Ik weet het. Mijn mamaatje, dit is van hier mijn goede. Ja, mijn mamaatje, die kunt er wat van. Dat is echt meer. Ja, dan weet ik. Mijn huis eigenlijk. En hij heeft een schuur, jongen. En op knotten bij ook. Ik wou dat ik weet ook een goede iemand vond, hè. Iemand die mij van de struiden zag. Zodat ik niet meer onder die brug tussen al die misdrijven zoeken. Maar wat hè? Dan ligt hij toch ook wel in constante schrik. Blijft. Ik moet maar één te dichtbij komen en ik laat hem horizontaal. Ja, wat hè? Zeg, heb je die kerels dan wel aan, hè? Mee en mij linker, hè. Ze biedt nog tot dicht. En mee en mij rechter, de poet van mij. Mooi, hè. Tof, hè. Precies wat dat ik zoek. Zeg jij bakst? Nee, maar ik moet een gevaarlijke hangster pakken. Een bare steermans. Ha, de bare. Die kan ik, zeg. Dat is geen makkelijk. Oh. Heel die zijn familie in abonnement op de nieuwe wandeling. Hij zei, die in Bijlen sluit mij toevallig ook niet onder die brug. Joi. Sammy zijn collega's, hè. Je moet een plan die daar al erover valt. Oh. Zei, al kijk er nu een keer voor zorg dat hij nooit nog honger of dorst hebt. Zou jij dan voor mij een keer wat willen doen? Normaal gezien, hè, werk ik echt niet zo met goed. Maar omdat hij zo schaam hier op zit, oh, jong. Mij mag ik wel. Ah, wel, het is te zijn. Kun jij een keer voor meer achter die bellen? Zodat ik hem de kortste keer in de pakken krijg, dan ik mijn promotie wel vergeten, hè. Ja, daar volgen we nooit te denken. Elke dag eten en drinken, zei je. Je ja, alles erop en dan in haar krijgt ze dus eigenlijk alles. Allee, dat is goed. Doe het. Maar ik moet wel zeggen dat ik pas optimaal functioneer als er wijn aan het gebeuren is. Merci. Voilà. Merci, hè. Sjaalke, zijn nu je was aan het gooien? Zomaar al uw geld geven en zo'n ongewassen madame? Mamaatje, als ze mij kan helpen voor mijn promotie, dan is dat geld meer dan waard. Maar jongen toch, zie jij dat mens nooit meer? Die is mij uw geld en
haar boterham. Nee, uw boterham is met kaaswel gaan doorspoelen. Meneer, mijn maatje, daarom hoef ik niet meer. Ja, dat niet doen. Commissaris, kom eens even helpen. Oh, dat niet meer. Mijn maatje, doe dat best en dat verliefd je doet, alsjeblieft achter mij. Oh, we zijn ons hier allemaal stille aan in de miserie aan het werken. Ik weet ik al niet meer of dat een leugen waar is of een leugen gelogen is. En als een niet gelogen leugen is, of een leugentje aan het westen wil. Oh. Zie hier, een doos vol betreffende de familie Steelmans. Daar zijn we een tijdje zoet mee, hè? Ja. Meneer de Hond, zou ik mogen vragen om alle uitgangen te verbrennen? Dan haal ik de gevangene eens uit zijn kooi om hem eens deftig aan de tand te voelen. Ja. Als u mij de sleutel geeft, natuurlijk. Ja, eerst al, ja. Dank u. O ja, zou ik ook vriendelijk mogen vragen of je me even alleen wil laten met deze stoere jongen? Je moet begrijpen dat ik liever geen getuigen rond me heb tijdens mijn verhoor, maar als ik u nodig heb, dan roep ik op. Ja. Maar geen bloed, hè. Ik kon de thee. Kom er maar uit. Zet u maar aan het bureau. En haal u maar geen gekke dingen in het hoofd, want dit dier... Dit is geen pistoolskus geweest, hè? Ja, en voor een waterpistool ziet het eigenlijk ook een beetje zo uit. Kom, vertel mij jullie maar een keer waarom dat jij banken overvalt. Ja, de mens, dat moet een hobby zijn, hè. En hoeveel brengt dat zoal op, die hobby van u? Dat haak ik niet, hè. Ik lees ik dat zondags wel in de gazette. En wat heb jij met dat geld gedaan? Een betere spaven. Met 2 miljoen? Kan ik heel goed dorsten. Probeer je niet de interessante tijd of ik net mijn pep in die vent dicht heb. Verstaan? Vertel mij nu maar een keer, waar heb jij dat geld verborgen? Een wasmachientje. Ze hebben me altijd gezegd dat je geld moet witte wassen. Kom maar wat te laat! Ach zo, meneer blijft u zelf grappig vinden. Je doet maar, het lachen zal u wel vergaan als je voor een jaar of 10 de bak in vliegt. Dan zou het wel anders. Piepen, nietwaar? Het woordje schug, hè? Dat staat nu in mijn woordenboek. Oh, hier zie, Mickey Moes. Ah! Moes! En toen doet je beste weg, dan heb je misschien een ziekte. Ach zo, meneer is bang van meisjes. Of moet ik zeggen, mevrouw? Ja, ik heb een beetje last van haar uitval. Het is ontzettend zeker. Ik eis een verklaring, hè. Wie ben jij en waarom die mannenkledij? En waar is onze echte gevangene naartoe? Ik ben Filomeentje, een alleenstaande, vurige moeder die op zoek is naar zo'n knappe en zelfs zekere man als jij. Probeer mij hier niet af te leiden, hè. Waarom die kledij? Ja, probeer ik mijn zoonje te helpen. Het is voor een goed doel. Aha, jij bent dus de moeder van Berre Steelmans, nietwaar? Maar nee, van Charlotte de Voorlaren. Charlotte? Van Charlotte de Voorlaren. Ik begrijp er hier niets meer van, hè. Ik roep de commissaris even. Commissaris de Hond. Zo schrijft hij. Mamaatje. Mamaatje, papaatje bedoel ik. Mamaatje, wat is er hier allemaal gaande? Ja, ik wou
Ik was een bus met mijn bus vervangen omdat hij weg was en mijn maatje die waren 50 vervangen. Die niet eens doen dat ik kon... Stop! Ik heb er hier duidelijk genoeg van, hè. Jij, wie dat jij ook mocht zijn, jij blijft hier en ik verbied je om dit gebouw te verlaten op strafwettelijke vervolging, hè. En jij gaat met mij mee naartoe, Peru, en ik hoop dat je daar een fatsoenlijke rechtdak kunt geven, want anders zult u wel een keer voor enkele jaren af de tralies kunnen vliegen, wees lastig. En bedrog, hè? Kom, we hebben hier geen tijd meer te verliezen. Mijn maatje, laat u niet doen, hè? Peru, mooie zoontje, alles komt in orde. Oh, amai. Met mijn maatje nu zomaar mee, pa. En daarom schrok je niet meer staan. Dan kon ik hier niet weg voor het taal meer. En dat is allemaal de schuld van die dom van aan. Dat hij maar vlug weer is, want ik kan er niet meer naar ze. Ah, waar is hij naartoe? Wie dat, hè? Antonen Hoze hier. Dat zal ik wel doen. Waar is mijn vent? Ah, ik weet het niet, weg. Weg? Ja, verdrink de zaak. Drink zaak? Ja. In zijn onderbroekje. Je moest daar wel wassen, zeg eens. Nee, mijn meelade, vriend. Of ik maak van uw bed een puzzel. Zeg, hoe weet hij dat jij zijn onderbroek was? Dat is nogal simpel. In het café, bij Fini recht tegenover, zij is nog altijd niet bekomen van plan. Ze noemt mij Fernand, daar vanaf nu commissaris onderbroek. Hoe bedoelde? Zij mij vertelt dat commissaris onderbroek blij zit met een contractvrouw met in Noordwestad. En dat ze toen, als een verliefd kommelke, zijn vertrokken. En nu gaat hij mij vertellen waar ze naartoe zijn. Maar ik weet dat niet, ik zweer het. Weet u misschien wanneer dan ze weer zijn? Ja, ik heb hem juist aan de telefoon gehad. Ik kan wel een momentje weer komen, bijz ik. Hoop ik. Zal ik hem wel verrassen bij zijn blije terugkomst. Wat ga je doen? Ik maak er soep van. Maar dan wel zonder die balkjes. Daar zijn we aan in. Moet je hem zien. Een playboy. Dat en wat? Charles, ik ga me even stoppen in die archiefruimte. En ik ga vandaag hier eens naar de avonturen van Mr. Slip. Ja, maar ja. Dat noemen ze dan straat op de werkvloer. Ah, Charles, jongen, was er mee? Ik ga mij al bij de boek. Die vallen? Ja, die net zoals. Meen ik van bezoek zegt. Ja, spot. Ziet ie, een beetje verantwoordelijkheid in, maar dat doe je deugd, jongen. Ja. Maar Charles, moet ik het kijken, vent. Al mijn spieren, dat heeft volledig losgemaskeerd, jongen. Ik voel me zo sterk in een beet. Dat zullen we wel een keer van pas komen. En dan, hè. Die sauna. Vol, maar vol met vrouwelijke borsten en bilf. Ik zeg, kom nu in dat bubbelbad nog gaan zitten voor het af te komen. Dan met de spijn of dat warm waterbad. Je hebt je nachtkastjes. Liter champagne. Maar zoiets is, Charles, dat doen de mensen al leven, zeg. Dat is ook nog zo zeker niet van zeker. Was het hem ook constant in de deur te wezen? Dat is er zoiets speciaals mee toch? Ja, iets veel speciaals. Maar meer mag niet zijn. Wat? Ras zelf al? Ja, maar ik vind niet of hij er content mee wil zijn. Hier, kom erin! Thank you.
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, crashes, accidenten of malheur. Ja, maar toch zou ik willen vragen daar, om een beetje verder te doen. Ja, zo te stanig dat wij ook kunnen, ja. We kunnen verder doen, hè, ja. Ja, beste mensen, mijn collega en ik hebben deze pauze strategisch, als ook incogno, incognito. Ah, incognito, opgesteld. Om een keer te kijken of je dat al rijp wat gecostumeerd hebt. Geconsumeerd. Ah ja, gedronken hebt. Met andere woorden, geen cola of laminaat. Limonaat! Limonaat, de! Wat dan mijn collega eigenlijk wil zeggen, geacht publiek. Hoog geacht. Geacht publiek, dat zijn ze niet de ene mensen. Wat kende jij van? Realty! Oh. Als je eens moet betalen om binnen te mogen, dan doen ze daar gewoonlijk aan cultuur. En tussen dat culturele volken zijn er van die high society. Die worden graag aansproken met hooggeacht. Allee, het is goed. Wees nieuws. Voilà, we verstaan elkaar. Maar we wijken af. De bedoeling van ons vertoning al hier is eigenlijk dat we een alcoholcontrole gaan doen. Ter betutteling. Beteugeling! Ter betering van het openbaar dronkenschap. Het voorkomen van ongewenste lapperij in deze zaal. Ja, wat dan wij hier dus gaan doen, wij gaan een drie in de ratte allemaal gevleid zakjes laten blazen. En om dat vlot te laten verlopen, gaan wij de collega dat hier net allemaal voortdoen. Om te beginnen, beginnen we met lippengymnastiek. Nu, een geweldig diepe ademhaling. En zoals jullie kunnen zien, moet er voldoende lucht naar binnen worden gezogen, zodat de naderende blaasbeurt succesvol kan verlopen. En dan nemen we nu het pijpje van het blaastoestel en blazen we zo hard dat onze longinhoud onze maaginhoud kan zien. Nog. Ja. Ja, man. We gaan er boos van banden. Ja, en als we nu naar ons blaastoestel kijken, kunnen we controleren of iemand al dan niet te veel gedronken heeft. Zetten. Die op straat gezet of wat? Ja,
Maar thuis niet binnen, want achter de deur is zelfs de foto van haar eigen hand. En erbij, hier wak ik. In mijn eigen schulden, kan ze me niet meer opschappen, hè? Opschappen tegen dat, hè? Tegen dat, ja. Ik zal het tegen dat vertellen. Maar voor een ongelooflijke vrouw versieren dat ik wel ben. Toen dat puntje bij Pauke kwam, hè? Wat, Pauke? Luister eens, Jean. Janne is een heel schoon en nuttig meisje. En ja, ik ben met haar in de sauna geweest. En ja, ik ben met haar in het dubbelbad geweest. Maar we hebben er wel vrij voor onder gegaan. Kan moeilijk anders, hè, als je in bad zit. Zowel in die sauna als in dat bubbelbad hebben we er bruifjes als klieren gegaan. Maar in dat, op dat wat mooie bed, wat dat daar aan, een dekbril en een zwemvlies. Dat wordt een waterbed, zwijg er maar van. Toen ik erop ging gaan zitten, hè, voel je dat niet warm, man. Maar eet! Het arm was uit, was op pol geslaan. Wat, hè? Daar zit u voor nu voor twee gekooktijntjes. Ik ga gelust eens dat bedoeld, zeg. Ik wist het niet dat ze hier maar zo'n stevige linkerhand. Maar hè, het is niet het ding, hè. Zal je iets naar spijt leefsten? Dat zal nog niet. Toen had ik geen begin, hè, Charles. Zag ik alles maar zien dat van mij. Ik zit het allemaal mee gestopt, hè. Ja, wat, hè. En dat heb je puur op mijn hand te kunnen doen. Maar dan heb ik al je wat moeten brengen. Maar ik zoek het met de rest van mijn levensgang gewoon, hè. Het is zo goed, hè. Dan kan ik het niet leven, hè. Maar ja, en het opgeluid, hè. Dat is al verloren. Maar zeg, als je er niets niet gedaan hebt, als je er nog niets niet verloren, raak de heid aan je vrouwken dat hij in de zotte jaren zit. In mijn boekje noemt dat de midlife-crisis, ja. Ik zou nog een blijf ik liever uit als zomaar buur zoek ik nog een keer in mijn endlife-crisis kunnen komen dan. Wil jij huwelijk nou nog redden of niet? Ja, ik zit altijd niet meer mee goed te maken. Kom, jong. Ah, wauw. Ik hoop dat dan een keer een boeketje rode roos. Oh, de pot wil ik chrysanten zeker. Nee, zo simpel is dat niet, een vrouw. Maar goed, zeg. En die Diane, waar is die eigenlijk? Ja, dat is ook nog zoiets. Die zit gisteren nog op met te wachten. Ze kan niet meer zonder mij. En ze wil een keer dag over onze toekomst bouwen, zei ze. Wat? Had jij nog al die groeten, zeg? Ja, een nacht, die wil ik zijn. Ik hoop dat ik gewoon is, Charles, dat kind mij zo vlug mogelijk vergeet. En zeker, hè, al heel domme dingen doet, joh. Ja, en om mijn rust met. Zeker, wanneer dat iemand in de buurt is. Oh, wat dat doet er gevolgd worden. Ja. Al goed, hè, dat die twee elkaar niet kennen. Oh, jonk. Maar zeg, al bij al vind ik dat wel tof dat hij je eigen vrouw verkiest boven die andere. Moest ik van u zijn, hè? Ik zou die een keer verrassen met iets tofs. Maar wat dan, hè? Wel, hè, in mijn boekje staat, hè, dat vrouwen onder aantrokken, die zijn zot van juwelen en van hout, ja. Oh, ik zou nog best geen zeker dat ik een king met gewoon eieren nou van kom, jong. Nee, met gekletste. Maar joh, dat is toch voor het goede doel? Nou, het had wel een punt. Ja. Ik ga niet gaan kijken in het dorp of dat ik zo niet heel kleine geetje vinden voor ons hier. Maar oh, jong. Maar ja, ik zie je, Charles, ook. Dag, hè. Ik doe een beetje pijs aan mijn promotie, zeg. Maar Charles, hij zou het beste blijven doen, hè. Want dan bedoel ik echt een pracht van een promotie. Oh, jong. Maar ja, hij moest een keer in van die ontsnapte gevallen. U spreekt met de commissaris. Met wie spreek ik alstublieft? De vrijer van ons mamaatje. Dat kan niet, hè. Mamaatje, die is al jaren geen wereldhoudster. Koos ze daar nu kussen? Hallo. Of dat ik ons mamaatje een keer wil spreken? Natuurlijk wil ik het mamaatje een keer spreken. Ah, mamaatje, zeg. Ja, wat zei jij daar allemaal aan toe, zeg? Aan het kisten met meneer Daan. Foei, mamaatje. Wat, hè? De echte ware liefde, ja. Ze toren wel, hè, mamaatje. Wat, hè? 3 uur extra. Ik
vanzelf. Ja, aanlezen. Dat is weer al straf. Maar dan, dat is het te vrij, meneer de onderzoeksrechter. En ik krijg 3 uur extra om die bij de steenmans frisik op te geven. Oh, alles, hè, dat draait om waar liefde. En ik zou daar aanstaan op zaalservice. Vadertje van hier boven, haal mij toch een keer in mijn leven. En dat voor mij de hukte keer is gebruikt in verschijnen. Ja, ik zie hem. Je zijn vreemd bedankt, zeg! Nee. Nee. Wie die man het doen, wat scheelt dit? Oh, weet wie miserie en die man van metaal. Ik zie hem niet. Ik zie hem. Ja, moet mij niet bedanken. Ik zit in mijn sleutelen. Ja. Wat moet ik dan zijn? En daarbij, ik heb goed nieuws voor jou. Weet wel dat de bergen aan het schuilen? De bergen? Mijn bergen? Mm-hmm. Ik zou er ook zullen toebrengen. Ja, nee. Natuurlijk niet. Nee, je zult er agressief moeten worden. Het komt erop uit om de juiste verdedigingstechniek te brengen. Allee. Maar, ik zei wel dat je straf hebt dat niet gezien. Omdat jij al zo lief geweest hebt voor mij, zal ik ook gratis en voor niet lesgeven. Of dat zelf wel komt. Oh, maar ja, maar dan moet jij me wel beloven dat jij me helpt verdiend bij te vangen. Want alleen durf ik dan iets, hè? Ja, dat is goed. Wij worden onoverwinnen. Allee, stel dat goed, dan kun je de laatste beheer. Ja, maar met dat niet, niet als schrietje. Wil dan hem dat hij de bokswedstrijd is en huppelt op korte afstand rond de veld. Dat hier op hem zo wacht,
wat er mee komt. Nooit. Maar wel, zullen we het dan eens oplossen, zeg. Terwijl de hele paal vent wacht, kunnen we overhuid tot dat. Ja. Ja, goed. Ga jullie maar. Dan kan ik Fernal aanspreken over ons echtscheiding. Voor een echtscheid? Wie met vuur speelt, kan zijn hand verbranden. Maar dat weet Fernal. Maar goed. We zijn met het talletje mee weg. Oh. Ja, het zijn precieze verse. Hoe doe je? Maar nu pak ik er nog een. Als de schoolkoppel om 12 te bestrijden. Weet je zwart van de lente en een ander wit van de schrik. Enfin, ze doen allemaal hun werk. Dat kunnen van meer Casanova nu niet meer zijn. Amerika, wat dan die jonge Grieken nu meer aan of te keer? Zijn het ook goed voor die van oor naar boor? En daarbij, ik het tijd al niet meer vol. Zo atletisch is de joker. Die zijn geboortvruchten, hè, aan een andere stevige dag. Onze tijd nog klaar over zijn tennis aanboor, hè. Dat en wacht. Zal ik kijk aan mijn keer. Teen en tanden. Tennismateriaal aan danten. Maar hier mag je goed in kan worden. Spiet bij haar hele honden. Daar zo naar mij. Een kleine slag op zijn hoofd zal deugden. Dan komt zijn verstand misschien weer op zijn plekken. Oh, kan je iets meer doen? Wat? Geef me dat ik met een vent werd. We werden heel altijd met een knuppel. Alleen als het nodig is. Dat is hier nu nog heel aan toe, Birgit. Wat kon je hier doen? Me maak ik misschien eerst even zitten, alstublieft. Ja, doe maar. Waar kom je heen? Ik ben Leo. En ik ben vanmorgen de verdwijning van mijn vrouw komen naar hier. Leo. Vrouw en hond kwijt. Trein en Sint-Pietersleidingen. Billen, krokodillen. En dan nieuws? Ja, goed en slecht. Vertel. Het goede nieuws is dat mijn hondje er is. En het slechte nieuws? Mijn vrouw is ook weer in. Wat is daar nu zo slecht aan? Ja, het was geen blij weerzien. Vervuur dat ze me in haar armen dichtpakte, wou ze me haar armen om te slaan. En ze zie het resultaat. Ze zullen me niet meer zien. Dat is als wel een reden voor hen. Dat is niet waar. Ik heb enkel een meisje gekust op de trein. Pronen dan nog wel. Pronelijk, ik ken dat. Jullie mannen zijn allemaal dezelfde. Thuis kunt niks, maar op een ander is u een jong soldaat. Met als lijfspreuk. Hey, ik heb nooit een drie gehad om vriend te houden. Oh, dan zullen we daar vanaf nu verandering in brengen. Pardon? Straks, als mijn baantje binnenkomt, ben hij mij te kussen. Ja, maar... jij zal kussen in andere wet. Was dat mijn man was, hè? Zwiet ik weer rukklam. Gekke naam, blauwe. Mijn vet die is ook een beetje blauw rond zijn ogen. Maar nu wil ik de groen uitslaat. Had je dan een levende kleur van mijn zin? Dus, als hij ze doet wat ik vraag, en dat is niet zoveel, dan zal ik later met mijn vrouw vragen. Aardig beter gedachten brengen. Wat was u aan doen? Maar met hij, ze biedt, als mijn vent hier binnenkomt, ik kus hem, zodat ik zijn reactie kan zien. En als hij jaloers is, dan is er nog hoop. Ik weet het toch niet hoe dat je dat gaat keuren.
Het omdrijwagen, dat zult u ook wel lukken, zeker? Goed, maar wanneer ga je dat ook bij mij vragen? Vanavond nog als je wilt. We kunnen in het café bij Fili recht tegenover een pint gaan pakken. En daar wachten nog mee. Goed? Ja, dan zeker. Kun je misschien in afwachting alles drinken? Kwestie van de zeerste kamer. Allee. Hier in Londen te bureau laten, zit er al voor te drinken. Allee, gezond dit, hè? Merci. Leo, ga jij stevig kussen? Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik geloof dat er vol kussen. Weet je wat, mijn lieveling? Kom straks gerust weer, als je noos naar mij is. Tot in de vrije tijd, hè. Ja, wie was dat er? Dat was Leo de Vrij. En je hebt zijn naam niet gestolen, hoor. Rustig, ik niet toch, Er is zoveel dat jij niet weet van mij. Hoe bedoelde? Dat jij niet de enige bent die met anderen in bed hebt. Alsjeblieft, hier mag ik zeker met niemand in bed gedoven. Maak dat handen uit, Mr. Bubblebot. En maak terug naar de seksmachine. Oh, wie had dat zakje zweer? Zweer? Die moest op je dom krijgen, een lange leugenaar. Alsjeblieft, hier mag dat we toch de meeste uitspreken. Daarna kunnen doen wat dat wil. Ik weet niet waarom ik dit toelaat, maar vooruit. Laat het doen. Ja, kijk, luister, hier mag voordat ik beginnen. Wil ik dat weet dat het de eerste vraag is waarvan ik hou. En dat voor mij. En uw seksspeeltje dan? Ja, dat is Dianne, dat is een meisje dat ik beroep zal wel leren kennen. Dat wordt al interessanter. Ja, ik geef het toe. Ik voelde me tot haar aangetrokken. Dat kwam recht op mij af van zijn eigen. Daar zal wat meer van zijn eigen zijn recht te komen. Ja, wij voelden ons tot elkaar aangetrokken, hè. En een kind naar zitten luisteren. En ondanks dat ik mij schuldig voelde, kost me dat toch niet tegenaan. Dat was zo'n nieuwsgierigheid, waarom moet ik het zijn? Zeg gewoon dat je hoesting had. Ik kan mijn eigen niet meer onder controle. Ik kan mij nou de meesleuten. Meesleuten, dat is een groot woord voor iemand die vrijwillig en in zijn onderbroek meewerkt met jongerleidsters. Alsjeblieft, hier moet je allemaal weten dat ik dus wel moet hier. Mijn vaderke en moederke gespeeld, hè? Oude Bob en jong blaadje zeker. Ik geloof er niks van. Wat hadden we het? Ik zei, potverdomme, ga stop toen ik ging beginnen. Proficiat. En toch ga ik al de echtscheiding aanvragen. Moest hem lief. Hier wacht ze achter mee. Hier ben nog een kans. Ziet dat daar niet zitten? Net een koekoek. Die lijn ook een ei en iemand anders zijn nest. Alsjeblieft, hier, Martin. Ik vraag over de heffenis. Alsjeblieft, de heffenis. Doe. En ben je Leo dan? Oh, maar Leo, die zal wel op een andere gaan vragen. En daarbij had je dat niet mee te wonen. Je deed dat gewoon om een jaloers te krijgen. Daar zou ik nog niet zo zeker van zijn, hoor. Oh, als je vindt het eerlijk en vindt het trui voor je te doen. Dus ik kijk eerlijk. Zeker ik zeker van, vooral. Inderdaad, jij kent mij blijkbaar beter dan ik jou. En inderdaad, ben je al die jaren trouw geweest. En wat krijg je voor een plaats? Stank voor dank. Alsjeblieft, hier maakt ze maar, ik ga dat goed, man. Beloof het. Kijk eens, Fernand, ik heb je altijd hernen gezien. En God weet waarom, maar dat ook nog steeds. Maar die streek heeft nog een nacht en half hebt, maar stom niet lukt. Ik weet dat niemand perfect is. Dat het soms moeilijk is om uw gevoelens te beheersen. En vermits dit voorval toch seksueel is gebleven, wil ik nog een kans geven. Moet je hier, Matje? Blijf zitten! Wil je nog een kans geven om
om te bewijzen dat je onschuldig bent. De manier waarop, dat blijft mij leeg. Oh, hij zei, hoe mij is hier, Matje? Oh, mijn schat van een meis. Wat? Ik heb nog enkele voorwaarden. Voor u wel eens wat. Ten eerste zou ik willen dat je wat minder drinkt. En daarmee doe ik geen water. Wil, zal ik u vanaf vandaag alle dames in Asker laten zien. Allee, hoor je dat geblauwd, hè? Ten tweede, stoppen met roken. Dat van die vervelende rook af bent, en je krijgt hoesten alsof je longen gaan ontploffen. Tim is dat vanaf de nog gerukt en eerst komt Esther zalmen. Het laatste wat ik u wil vragen, is dat je me net moet pakken. Toch zeker niet als het familie is. Zijn maar serieus? Het is ten eerste nog te laat. Zou ik niet uitslaan? Hoe wil je de gazette lezen, dan zeker? Ik hoop dat hier geen valse beloften zijn gemaakt. En als ik jou was, zou ik maar een vlugge manier vinden om je onschuld te bewijzen. Oh, maar hier moet je de kwijt aan de plannetjes. En dat dat lukt, moet toch overtuigd zijn van mijn onschuld. Maar ik ga nou een keer in het archief mijn oog wel gaan maskeren. Meestal kijk nogal op struis, hè? In vuisten, altijd. Au! Au, wat heb jij gedaan? Oh. Dat heb je even, dat hoort thuis op
gevallen, nietwaar? Ja, die is ook al dood. Oh, er gaat toch niks met een Sjaalke gebeurd zijn? Ik denk het niet. Kijk, hier heeft zich duidelijk een gevecht voorgedaan tussen vrouwen. Weet jij dat dat tussen vrouwen was? Beroepshalve, er is een groot verschil tussen een mannen- en een vrouwengevecht. Ah, ja? Ja, bij vrouwen worden er vooral hoofdharen, juwelen en gebroken vingernagels teruggevonden, terwijl er bij mannen vooral bloedvlekken, hersknopen en gebroken tanden terug te vinden zijn. Met dat vergrootglas lijk je wel witser. Het is mijn taak om alles grondig te onderzoeken, nietwaar? Als je wil, mag je mij ook wel eens onderzoeken. Alles op zijn tijd, Filomeentje. Ik wil eerst weten wat hier gaande is geweest. Kan dan niet wachten tot straks? Nee, en ik hoop dat uw zoon binnen dit en een half uur de gevangenen teruggevonden heeft. Want anders ben ik verplicht om de hogere instanties te verwittigen, nietwaar? Maar dat steekt nu toch niet op een minuutje? Toch wel, ik wil die mensen niet teleurstellen. En mij dus wel. Lieveling, je moet begrijpen dat ik bekend sta als een correct iemand, punctueel op alle vlakken, en die reputatie zou ik niet graag verliezen. Wel, ik sta erom bekend om de bezorgdheid voor mijn zoontje en ik zou hem graag zien promoveren. Dus jij kunt kiezen ofwel enkele ongemeende schouderklopjes van uw bazen, ofwel mijn liefde, mijn warm lichaam en punctueel op vele vlakjes. Hè. Oh. En weet je wat? Ik vertoef momenteel in topconditie. Je stelt me voor een onmogelijke keuze, nietwaar? Ja. Wel, dan zal ik jouw keuze wat vergemakkelijken. Wacht jij hier maar. Wat ga je doen? Wel ja, u verrassen natuurlijk. Tot straks. Wat is het die van plan? Even kijken of hier nog iets nuttigs te vinden is. Punt 9.
En hij zat onder een nieuw bureau. Wat dat wel wil ik niet. Blijf maar rustig zitten, mijn liefje, want hier komt je verrassing. Zie hier, vers vlees en toch kwartieten. Liefst waar, Martine? Ik ga hier hoor! Hebben me jouw edervaren verteld, naar ik meen zet je graag de bloemetjes bijten.
Correctie, ik deed dat graag. Maar zijn de bloemetjes terechtgespeten? Meer pot dan al. Ja, vriend. Vrouwen zijn lieve wezens, hè. Maar zet ze naast een ander, beter uitziend exemplaar en ze worden groep van jou gezien. Dat is wel vrij goed gezien, meneer Douwes. Het kan misschien hard aankomen, maar ook ik als onderzoeksrechter heb met jou nog een appeltje te schillen. Een appelje? Hij is dan niet anders Bumhart ondertussen. Toen ik hier aankwam, vond ik ten eerste een commissaris die geen commissaris was. En ten tweede een gevangene die geen gevangene was. Ach, en ik kan vrouwen die mijn vrouw niet was. Wat voor een district is dat hier eigenlijk? Voortdurend komen er hier klachten binnen, hè? Zoals onlangs nog, onbemande politiewagen rijdt een visvijver, bestuurder teruggevonden in kantine. Ja, was een accidentje, nee, ja. Dat krioel hier van die accidentjes. Als je maar weet dat ik dat niet zo kan laten, hè? En meneer Downs had toch een beetje compassie met een circulaire. Meneer de Hond, in ons beroep kom je met compassie nergens, nietwaar? Ik beschuldig u van onverantwoordelijk gedrag. Ten eerste door onwettig promotie zij te schrijven. Ten tweede door onwettig afwezig te zijn tijdens de diensturen. En ten derde heb je de bevolking in gevaar gebracht. Ook in gevaar, maar dat klopt niet, hè, meneer Dans? Dat klopt wel. Er is een gevaarlijke crimineel ontsnapt. Ja. Charles heeft mij daar iets van verteld. Hoe die Jonas druk doet voor het nieuwe interregnen, hè. Die hebben vanochtend in de val in de loop. Kan het best overkomen, meneer Dans. Hey. Het zou bij mij niet waar zijn, niet waar. Maar ja, niet iedereen streeft perfectie na, natuurlijk. Maar goed, als de heren in Brussel mijn verslag zullen lezen, dan zal jij er niet goed van zijn. In plaats van promoties uit te schrijven, hè, zou je zelf wel eens kunnen de dossier raderen. Maar je wil me dus goed kapot krijgen, of vader? Ik doe gewoon mijn werk zoals het hoort. Ah ja? Zijn je er al zo zeker van? Hè? Zo zeker als 1 plus 1 2 is. Huh? Wat kan ik? Nochtans meisje, meneer Duis, waarbij dat 1 plus 1 3 is. Hè? Verklaar u nader. Ah, ja. Wat zegt u de naam? Pieter van Dalen. Pieter van Dalen, dat is ook een commissaris en tevens de zoon van mijn zus. Kent u hem misschien? Oh, dat zou nog niet zijn. En weet hij dat u dat Pieter kunt? Behalve op zijn bevorderingsexamen, meneer Daans. Eh? Ongetwijfeld de hoogste onderscheiding. 11 op 10. Wat blijft? 11 op 10. Die jongen, als aan zijn vrouw zus er niet op stond. Allee, zeg. Ik begrijp niet waar u naartoe wil. Kijk, luister naar meneer Dans. Pieter Geneek heeft wel eens warm tussen pot en 15 pen verteld. Van wie dat hij die vrouw nog voorhand niet had. Het is niet waar, niet waar. Dat is wel waar, echt waar. Of hij liever dat die vrouw een keer gaat opvragen. Nee, laat maar. Ah, schat. Ik geef toe dat er hier en daar zaken zijn gebeurd met een geurtje aan. Maar het is wat mij betreft toch bij die ene zonde gebleven, hoor. Zeg, meneer Dans, luister, hè. Wat dat mij betreft, hè, gaat dat bij mij ook met die stomme beslissing van vandaag blijven. Mijn verstand, hè, dat zat in mijn broek. Maar geloof mij, mijn vrouw, hè, heeft dat er vakkundig eruit gekregen. Toen is dit, dat gaat er nu wel rondspeelt. Ze wel los aan het attribuut, hè. En de slappen daar wat. Het is tegen mijn principes, maar ik zal voor één keer uw persoonlijke kwesties in de doofpot stoppen. Ja, meneer Dons, luister, hè. Wij zijn proefleus op kleine schaal. Moest je weten wat als je er in Brussel maar niet allemaal uitsteken? Wat taal zo verschieten ze, manneken? Ja, je hebt misschien gelijk. Maar ondertussen loopt die gevaarlijke crimineel nog steeds vrij rond. En daar kan ik echt niet over blijven liggen, nietwaar? Alhoewel ik de waarheid niet mag vertellen van mijn verloofde. Je verloofde? Ja. Ik ben eindelijk nog eens verliefd. Stapel verliefd. Op een toffe vrouw. Maar ja, hoe heeft u er jij mee te maken? Of? Veel. Ze is immers de moeder van uw knecht, Charles. Moet spiel aan mij nog vader? Ja. Ze wil met mij trouwen. En kindjes krijgen. Pietjes krijgen, in de opuindere leeftijd, alleven. Zeg, meneer Dans, en dat terwijl de politie er onbekend staat om zo weinig kinderen te staan. Hoe bedoel je?
Ja. We moeten er toch altijd drie keer in de lucht schieten voor dat op doen, hoor. Ja, ik sta tussen twee vuren. Die gevangene die kost mij ofwel mijn verloofde, ofwel mijn job en reputatie. Wat weet je, meneer Dans? Ik stel er een deal voor. Kijk, hè? Ik ga ervoor zorgen dat jij bij je filamentje kunt blijven. Dat is vriendelijk, maar wat staat daar tegenover? Dat hij helpt om mij een huwelijkscrisis op te lossen, tja. Uw huwelijksgevecht wilde zijn. Het is goed, ik wil helpen, maar hoe? Kijk dat weten. Baas dat van Katje niet weten. Simpel zal het niet zijn, hè? Advocaat zijn we. Ah, maar dat is het. Wij organiseren een soort van geïmproviseerde rechtspraak. Oh ja? Ik heb twee personen nodig om te helpen. Mooi. Twee personen, waar moet ik dat dan? Maar wacht een keer. Die Leo, die zit hier in die kouders, hè? Die kan helpen. En Philomeen zit ook hiernaast. Kom, jij Leo, ik Philomeen. En meneer Dans, ik hoop dat dat lukt, hè. Dat ik toch weer met mijn ziel mag kan sluiten. Ja, en ik ben mijn Philomeen. Dan behal ik misschien ook eens avond op 10 voor vermenigvuldigen. Amai, zeg! Dat ik dan maar heel uw bal gewoon of nou? Oh, heel uw bal gezien! Wat dat is? Hij heeft dan een zonage spelen. Wil hij niet? Want die truc van dan, hè? Lekker iedere dag twee glas met modder. En ja, pak brood uit, mensen. We moeten ze hier een keer een zusje slum. En zeggen dat ik daar zo bang van was. Eén klop en luin op de grond. Hè? Ja, dat is waar. Maar als die klop van hem komt, dan waren we overmorgen nog niet meer geweest. Dat is wel waar. Ik ben van nature uit een zwakkeling. Maar dat zal hopelijk ooit wel een keer beter zijn. Mooi jongen, je zei hoe lijkt dat niet? Meen je dat? Oh, echt? Ik heb het wel voor die zachte man, hè. Dan kun je tenminste dacht niet klaar. Vind je? Ja. Ja, zeer zeker. Om die opgefokte matjes. En alleen maar een tras in een rij en begrijp niet van dachten en worden liefde. Echt worden liefde? Dat is een kukse keer straal, mensen. Zijn jij nooit verliefd geweest? Goh, jawel, maar ja, zijn niet op mij. Nou ja, durven ze niet echt tegenkomen. Oei, als je pak ze te klein misschien. Oh, nee. Hey, nee, 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 nee. Ja, dat deed er wat te maken niet met mijn verleden uiterlijk. Moh. En vind ik wel een valse ferme vent. Ja, vind ik ook wel een ferme. Maar ja, een vrij toffe vrouw en zo lief en behulpzaam. Ja, dat is graag gedaan. Waarmee kan ik je gaan bedanken? Mijn vriendschap. Ja, kun je krijgen, wie of daar wil. Zeg, Charles, mag ik u verrassen? Wat bedoelde? Dan ga ik ze niet uitleggen, maar moet ik mij beloven dat hier op mij gaat wachten. Nou, dat is het beste dat ik kan doen, hè. Allee, tot ziens. Normaal zou ik niet moeten zijn dat ik dat wangstje nooit niet meer ga wassen. Maar ze ziet toch verdomme zwart. Goed. Die gevangenen en hun cel uit, dat slaapmiddeltje, dus zul ik wel vroeg moet net wet zitten. Ja! Charles, dat zijn we die criminelen of ja? Goed hè? En die woorden is een beetje vroeg. De cel is vol zat hé. Hé? En wat zie ik niet wat die zit dat je een klop op een kop gaat? Nee, vandaag was ze niet vanuit. De zaal moet die. Maar moet me die twee hier verrast kwijt, hè? Goed, ja, ik snap niet zomaar wat moe zijn.
Een heter kunnen ze niet doen, hè? In de kast, ja. Ja, in de kast, ja. In die kast. Om als ik weer zit er alle twee niet in. Oh nee, Charles, kom. Ze moeten erin, dat is brood zo veel. Ja. Alle twee in die kassen. Ik kan in die stoel trekken. Alle twee in die kassen. Als dat niet gevaarlijk, zie ik je dat als je met drie uitkomt. Ja, met Bart komen ze met 20 uit. Dus ik wil hun elke zwaar zijn. Dat is goed, dan ik versta niet. Hé, kom. In die kast. Ho. Het? Allee. Daarom staan een zware crimineel. Ja. Die is toe. Pak dat niet, ho. Ja, ik zal een handje toe houden. Ja. Allee. Hola. Ja. Allee, wat is dat die erin zit? Wat zeg, dat pak ze niet geboren, zeg. Ja, dan ga ik ze biedt wel uitleggen, maar moet mij beloven dat hier op mij wacht.
Dat is het minste dat ik kan doen, ja. Allee, tot bier. Normaal zou ik niet moeten zijn dat ik dat wangske nooit niet meer ga wassen. Maar ze ziet toch zwart. Goed. Maar deze keer die gevangenen in de cel zijn, ze zullen een keer wat vroeg me wakker worden. Oh, hey, Charles, als hij met die crimineel nog wat? Ja! Maar niet, hè? Niet! Hoe bedoel je? Maar ze vindt te vroeg, hè? Sal is volzet! Sal volzet? Ja! En hij een kloppenpaal komt, wat is het? Niemand die zin heeft? Dat laat ik straks wel uit. Maar die twee moet hij nou dringend weg! Niets van, maar goed, wat moe zijn dan? Ja. Nu geen dat kunnen ze niet doen, hè? Dat geef ik. In die kassen? Ja, in die kassen. In die kast? Ja. Amo, ze kunnen ze hier niet in? Ja, Sarum moet. Dat is nuts op je. Ja, alleen nou ja. Zeg, kom je die stoel af bij je brengen? Gemakkelijk zijn, hè? Zullen we met twee in die kassen? Als dat niet gevaarlijk, zie ik niet als ze met drie uitkomt? Ja, met een paar koms met twee te houden. Ze bruut afgespaard. Allee, kom jongen. Beetje tempo. Wat ik hier moet nou ze. Ja, wat moet ik doen? Een handje toesteken of wat? Dan moet ik staan een zware crimineel. Oh, wat? 1, 2, ja! Onze! Thank you.
ik heb jullie hier opgeëist om mee de strafmaat van de beschuldigden te bepalen. Ja, schat. Meneer. Beloven jullie te handelen in eer en geweten? Natuurlijk, meneer de juis. Leo, roep dan nu de getuigen binnen. Sarah, stoel. Kan ik met mijn pleidooi beginnen? Mevrouw Irma en juffrouw Diane, jullie beschuldig ik van mannenmishandeling, met andere woorden het aanbrengen van slagen en verwondingen van een manspersoon, nietwaar? Ik ga enkel zijn verstand binnen de juiste plooi kloppen. Zwijg of ik laat de zaal hier ontruimen. Daarna, u beschuldig ik van gewenste intimiteiten naast de werkvloer. Goh, en mij? U beschuldig ik van... Dat zien we later nog wel. Als dan nu de getuigen willen opstaan... Vooraleer ik jullie aan het woord laat, wil ik er jullie toch op wijzen dat al deze misdrijven strafwettelijke gevolgen hebben. Daarom stel ik voor om tot een minnelijke schikking te komen. Fernand, het woord is aan u. Meneer de voorzitter, dame en heer van de jury, ik moet toegeven dat ondanks mijn grote verwonding, ik kijk de grote schuldige ben in deze zaak. Ja, ik hield er zowel een vrouw als een minnares op na. Kan ik erover zijn? Een vrouwengek? Ah wel ja, troon is gewoon te veel. Ik voel mij schuldig, maar gedane zaak neem ik hier keer. Verder wens ik wel nog te vermelden dat ik een heel lieve vrouw heb waar ik zielig veel van hou. En dat dat rijk allemaal gebeurd is op een onbewaakt moment van nieuwsgierigheid en hersenloze hoesten. Oh, wat denk ik dat ik eens schudde. Goed, daarna gaat u opnieuw gaan zitten. Irma, het woord is aan u. Fernand, ondanks alles zie ik je ook graag. Ik weet dat het geen makkelijke zijn en dat ik het leven al een keer durf zuur maken. Maar wat ik je nu niet kan vergeten, is dat je seksuele betrekking net had met een andere vrouw. Meneer de voorzitter, kan ik hier nog een keer iets recht zetten, alstublieft? Het is te zien wat, natuurlijk. Oh, ik moet toegeven, ik was zodanig hebzuchtig dat ik Irma van alles heb voorgelogen. Ik ben inderdaad even met haar man weg geweest, maar meer dan onschuldige kusjes is er niet gebeurd. Zeker geen seks. Fernand voelde zich schuldig al woordens dat hij begonnen was. En daarom zou ik toch willen zeggen, Irma, dat er voor uw man maar één vrouw belangrijk is, en dat zijn jij. En ik hoop dat je hem ondanks alles toch vergiftigd kunt geven. Oh. Wat ben ik eens zo schuldig! Ik denk dat ik daar mijn kansje bij ga maken. Misschien kan er wat een beroep zijn om je maken.
zou ik toch ook graag eens willen uitpakken met mijn grote liefde. Oh, la 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 la. Vrijbaar meteen antwoord. Ik ben stapel op Filomeentje hier. Maar onze liefde hangt voorlopig nog aan een zijden draadje. Met dat voorval van die gevangenen. Ik moet kiezen tussen haar zoen of mijn job en reputatie. En al iets besloten nog? Wel ja, als het niet anders kan niet meer, dan kies ik voor Filomeer. Oh, dat is lief. En je moet weten, Filomeentje is oud, maar nog niet versleten. Al wat me dan nog te doen staat, is mijn degradatie aanvragen en mijn goedkeuring vragen aan jou, Charles, betreffende mijn liefde voor jouw moeder. Meneer Daans, ik ben zo vrij om u mijn toestemming te geven. En ik heb zelfs nog een cadeautje voor u. Een cadeau? Ja, ja. En je kunt het nadien en u krijgen als je wilt. Maar op één voorwaarde. Vertel. En wat, hè? Als jij ervoor zorgt dat ik mijn promotie krijg, hè, dan zorg ik ervoor dat je mijn job en reputatie kan behouden. Het is niet waar. Jawel. Natuurlijk wil ik dat. Meneer Daans. Allee, ja. Bah. Thank you.
Lisa, moest ik op mijn knie kunnen zitten? Wil jij alsjeblieft